een groot applaus voor onze minister-president Mark Rutte. Leuk dat jullie allemaal zijn, mensen. Echt te gek. Vorig jaar is het boerkaverbod ingevoerd. Als gevolg daarvan hebben vrouwen als ik het best wel lastig. We worden lastiggevallen op straat en mensen gebruiken het boerkaverbod om ons aan te vallen. Ja, maar ik ben echt heel erg tegen de boerka. En de reden is dat ik wil je ogen kunnen zien. Ik wil intenties kunnen zien. En als ik dat niet kan zien, dan vind ik een samenleving wel heel moeilijk worden. Je hoort mensen die vooral ook op verschillende platforms zoals Facebook, op straat, hoor je mensen gewoon zeggen van, oh, eindelijk, nu is het boerkaverbod, volgende is het hoofddoekverbod. En heel toevallig draag ik er een. Maar een paar lastige vragen over de boerka, de hoofddoek bij rechters. Ja, ik vind het beleid daar goed. Dus dat kan ik goed uitleggen. Dat vond ik niet de moeilijkste vragen. Lastiger is het als ik in het verleden dingen heb gezegd die blijkbaar over zijn gekomen op mensen, alsof ik dan deze groep waar zo'n meisje toe behoort of een jongen die iets zegt, hè, dat hij zegt, joh, daardoor voelde ik mij buitengesloten. Als dat niet mijn bedoeling is, dan vind ik het al fijn dat we kunnen toelichten. Dat is natuurlijk best heftig. Want ik wil het laatste, ik wil als lieve leuke mensen buitensluiten ergens van. Hebben iedereen nodig. Ik moet zeggen, ik ben best wel geschrokken van die brief toen in 2016. Als je normale Nederlanders voor racist uitmaakt, ga weg. Ik heb me vaak afgevraagd of ik niet gewoon weg moet gaan. Fijn dat ze het misverstand kunnen ophelderen. Ja. Want het laatste wat ik wil is dat jij normaal gaat doen. Maar het was een reactie toen op wat er in Rotterdam gebeurd was. Ik vond het een zeer mooie avond. We hebben zeker genoten met z'n allen. En ik hoop dat we dit vaker mogen meemaken. Alles wat hij zei, had hij ook een reden voor. En ik vond dat zeg maar zijn argumenten ook klopten over het algemeen. Een rechter met een hoofddoek is bij wet verboden. Ik wist van mezelf al dat ik later een hoofddoek zou gaan dragen. Dit is de eerste droom die ik op heb moeten geven omwille van een hoofddoek. Ik begrijp de drukte, geloof me. Ik begrijp het helemaal. Maar het zou fijn zijn als u ons in die immense drukte ook nog blijft horen. Hij gaf een politiek correct antwoord. Wat had je anders verwacht dan de minister-president? Maar ik zag wel dat ik hem zenuwachtig maakte. Ik sprak hem ook net, hij gaf het toe. Hij werd zenuwachtig van mij, dus mission accomplished. Ik heb ook een vraag. Waarom worden orthodoxe christenen niet aangepakt? Zij hebben ook afkeer van onze samenleving. Zij hebben lak aan de Nederlandse wetgeving. Nou, hij geeft ze niet altijd gelijk en ik denk dat dat juist goed is. Ik denk ook dat het niet gaat om gelijk hebben. Het gaat er meer om van dat je met elkaar in gesprek gaat. En dat je soms door goed te luisteren begrijpt waarom de ander denkt zoals hij denkt. Er zijn de vragen die beantwoord zijn waar ik mee eens was. Er zijn ook vragen die beantwoord zijn waar ik niet mee eens was. Maar nogmaals, we zijn meneer Rutte gewend. Hij kan altijd beantwoorden met een mooie glimlach. Welk verhaal vertellen je vrienden altijd over jou? Dat ik vreselijk aardig ben. En, jeetje. Ja, ik denk ook wel dat altijd vrolijke dat wel irriteert. Dat ze op een gegeven moment die grens van je gezicht willen slaan. Maar het is. Het zijn ook je vrienden, hè? Ja. Dus dan hebben ze zich er blijkbaar bij me neergelegd. Waar moeten jongeren wonen als de woningbouwverenigingen alleen maar koopwoningen bouwen? Wat denkt u en uw kabinet en eventueel Rutte 3 hier aan te doen? Rutte 4 bedoel je, ja. Rutte 4, sorry. Ja. En 5 en 6. Amsterdam eigenlijk is wel de stad met de grootste aantal sociale huurwoningen van Nederland, traditioneel. Hè? Dus je hebt heel weinig koopwoningen in Amsterdam. Maar goed, ik begrijp je punt. En ook in Amsterdam is er gewoon woningnood. En die is er in heel Nederland. Het fijn dat er een gelegenheid is gekomen voor jongeren, voor kinderen, voor volwassenen. Gewoon iedereen bij elkaar om een vraag te stellen. En ik heb hele goede vragen voorbij zien komen. Dus ik ben daar heel tevreden over. Ik ben heel erg benieuwd hoe u kijkt naar het racistische plan van uw collega Klaas Dijkhoff. Om wijken te selecteren waar een hoog percentage mensen zitten met een migratieachtergrond. En om daar dan dubbel te gaan straffen. Het heeft niets met discriminatie te maken. 0,0. Dus als je blond haar hebt, of je bent moslim, of je bent wat dan ook, maakt niet uit. Echt niet. Ik weet het, is Monday, maar ik ben weer in de club. Je bent wel op de foto. Ja, maar ik vind het heel erg leuk. Dit is natuurlijk een hele mooie buurt waar heel veel gebeurt. Nieuw-West, bekend theater wat we allemaal kennen van televisie, waar ik niet eerder was geweest. Een waanzinnige mooie groep mensen. En daar horen ook schurende vragen bij, weet je. Dan maakt zo'n avond ook mooi. Anders is het allemaal van, wat heb je toch gezellig met elkaar. Er was een dame en een meneer die een brief zelf hadden geschreven. En hij de brief zeker had meegenomen.
Hij zei dat hij erover zal gaan praten in de Tweede Kamer, dus we wachten af. Ik vond het heel fijn om te horen, want wat mij betreft, je kan natuurlijk heel veel dingen zeggen, maar op het moment dat iemand naar huis gaat en in zijn bed ligt en toch nog even nadenkt over de dag en jouw vraag dan herinnert, dan heb je toch wel een kans dat diegene er wat mee doet en dat jij wellicht wel voor een verandering kan zorgen die heel groot kan zijn. Dus ik vind dat wel fijn om te horen dat hij dat meeneemt en ik zie dat graag terug in de toekomst, dat hij dat ook daadwerkelijk meeneemt. Ja.